Zo'n 100 mensen zijn het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsduik in de Spiegelwaal. De inmiddels traditionele duik is dit jaar omgedoopt tot klimaatduik. Nadat was afgeteld, doken de klimaatduikers de Spiegelwaal in. Voor sommigen was het water te koud, anderen konden er geen genoeg van krijgen. Milieudefensie is de initiator van de klimaatduik. In Nijmegen werd de duik georganiseerd samen met Klimaatactie Nijmegen. Deelnemers droegen speciale bordjes met zich mee, waarop zij zelf aangaven waarom ze aan de duik deelnamen. Voor organisator Lisa Buzink moet 2020 het jaar worden waarin de overheid echte stappen gaat ondernemen om de klimaatcrisis te bezweren.